Nederland was na België al het allerduurste land om die vluchten te boeken. Laten we even kijken naar Frank Oostdam, de voorzitter van de reiskoepel ANVR. Want die is niet te spreken over de geplande vliegtax. Ik denk dat in 2021 veel mensen naar het buitenland gaan om vanuit het buitenland te gaan vertrekken. Dat hebben we gezien in 2007, toen het ging. Het eerste jaar alleen al heeft dat de Nederlandse economie 1,2 miljard euro gekost. En we hebben gezien dat meer dan 1 miljoen mensen toen op een andere manier zijn wel gaan vliegen, maar dan vanuit het buitenland. In België is nog steeds geen vliegtax, dus daar zullen ze naartoe gaan. In Duitsland overweegt men nu die vliegtax af te schaffen. Nou, het zou een beetje raar zijn als wij dat dan wel gaan doen. Jean, een reactie van jou? Nou ja, het roept wel een déjà vu gevoel op. We hebben het al een keer geprobeerd, 2008. Het was binnen een jaar werd hij weer afgeschaft. Er liggen onderzoeken waaruit blijkt dat het ook banen en geld kost. Mm. Dus ik vraag me af, ook als ik kijk wanneer ze hem willen invoeren. Hè, in 2021, om het zo te zeggen. Nou, dan is dit kabinet bijna weer richting stembus. Juist. Dus eerst zien, dan geloven. Ja, dit is zo'n plan dat dus op de lange termijn Precies. eigenlijk is geschoven. Nou, we gaan daar zo meteen nog verder over door.